misdrijf. Hartelijk bedankt, ik ga echt een liedje voor u spelen. Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. Ik heb inmiddels al een aardig reservoir. Als ik dan vraag, hé, welke ik is eigenlijk waar? Ik roepen mijn ikken dan door elkaar. En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer. Verzoek om stilte in mijn bovenkamer. En dan geef ik met een vorstelijk gebaar het woord aan mijn ik van 9 jaar. Hij woont nog in mijn binnenkant, soms neemt hij de overhand. Ik ken mijn ik van 9 jaar al 32 jaar. Kijk, daar loopt hij met een gulden voor de kapper. Maar hij geeft zijn gulden uit aan Veta Drop. Want hij vindt het maar een stomme lul, die kapper. Wat je ook vraagt, hij knipt altijd zo'n stekelkop. Kijk hem daar nou huilend op de gang staan. Hij is er weer een keertje uitgezet. Omdat hij, en dat was gewaagd, met godsdienst heeft gevraagd. Zeg, pater, God die weet toch alles? Inderdaad, Harry, dat klopt. Dus hij weet ook wat ik wil. Maar als dat dan het geval is, pater, heb ik toch geen vrije wil. Jekkers eruit. Kijk, daar bindt hij met een elastiekje. 4 pennen op een rijtje naast elkaar. Omdat hij na moet blijven en strafwerk moet schrijven. Met 4 pennen is hij lekker sneller klaar. Kijk hem daar nou eens fantastisch scoren. Juichend loopt hij terug over het plein. Goal! Goed hè, met zijn linkerbeen. Hoezo? Hij was er overheen. Jongen, hij was daar helemaal niet overheen. Roept hij over het plein. Joh, dat leek me zo daar overheen. Dat komt door die keeper, joh. Die lul is veel te klein, joh. Kijk, daar loopt hij met zo'n rood-oranje vlieger. Naar het landje waar je zo goed vliegen kan. Zijn vlieger klimt omhoog, nog hoger dan de regenboog. En dan verstuurt hij langs de draad een telegram. Waarop hij met een potlood heeft geschreven. Sorry God, misschien een beetje raar. Maar ik wil iets hebben wat zelfs Sinterklaas maar niet wil geven. Ik wil zo graag een lassiehond met van dat lassie haar. Een lassiehond met van dat lassie haar. Oh ja, God, die vraag over die vrije wil vanmorgen. Heb ik echt niet zo bedoeld, hoor. Ja, als u alles weet, dan heeft u dat wel aangevoeld, hoor. Kijk, daar wordt hij wakker in de winter. Hij kan even niet geloven wat hij ziet. Moet je horen hoe die schreeuwt. Het heeft vannacht gesneeuwd. Moet je zien hoe snel die uit zijn pyjama schiet. Hem daar nou kwaad op Sinterklaas zijn. Wat hij gekregen heeft, vindt hij geen flikker aan. Hij vindt het achterlijk en stom voor al die goudvis in die kom. Op zijn verlanglijst stond een lassie bovenaan.
In de lente gaat hij kikkervisjes vangen. In de zomer fietst hij helemaal naar Wassenaar. Hij knikkert in de knikkertijd en raakt hij dan zijn knikkers kwijt. Dan huilt hij thuis weer niet meer bij elkaar. La 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 la. En als u op uw stoel denkt, wat doet die jekkers raar? Jo, dat ben ik niet, dat ben ik van 9 jaar. Mijn ik van 9 jaar, die alles mee heeft. Die door zijn moeder op zijn wenken wordt bediend. Hij snapt niet dat hij in een paradijs leeft. Dat zijn vader elke dag voor hem verdient. Maar het stomste van mijn ik van 9 jaar is, dat weet ik zeker omdat ik hem goed ken. Het stomste wat hij wil, met zijn stomme kleine vrije wil. Hij wil groot zijn. Net zo groot als ik nu ben. Hij wil groot zijn, net zo groot als ik nu ben. Stomme lul. Ken je die nog? Ja, hè? Dat is een aardig, hè? Die heb ik vroeger gehad van mijn lievelingsoom, mijn oom Jan, Haagse oom Jan. Die zei tegen mij toen ik heel klein was, Harry, wat zou je nou graag willen in het leven? En toen zei ik, een muziekinstrument bespelen, oom Jan, maar geen les. Hij zegt, hier, hoef alleen maar te draaien, klerenleier. Dank je. Heb ik altijd bewaard, dat ding, altijd. Mijn hele leven, vind ik mooi. Wat die kinderen tegenwoordig krijgen, daar word ik goed moe van, zeg. Ik zag laatst een meisje en die stond een peperdure pop te verbranden van, ik schat, 100 piek. Ik zeg, waarom sta jij die pop te verbranden? Ik zeg, dat moet meneer, dat staat op het doosje. Ik zeg, geef eens hier dat doosje, joh. En het stond erop, joh. Was een barbecue. Ik kan ook mij verdienen met zo'n idee, hè? Ja. Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben, dames en heren. Ik wou het hebben over mijn Haagse oom Jan, mijn lievelingsoom. Die was vrijgezel zijn hele leven. En die woonde bij zijn moeder thuis, dus bij mijn oma. Hè? Maar voor ik wat meer over hem vertel, moet ik de familierelaties even uitleggen. Hè? Wij hadden 2 kanten in de familie. Je had mijn moeders kant en mijn vaders kant. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. En mijn vaders kant, dat was de wandelende tak. Die hadden geen geld voor fietsen. Weet je, dat was een zootje. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. Omdat mijn opa van moeders kant, die was bakker. In loondienst. Bij Hus. Kun je nagaan van een zootje geteisende jekkers ze waren. Dat was het. Maar je kon daar wel lachen, joh. Leuk, jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was die ome Jan. Leuke vent, jongen. Typisch Haags. Die kon ouwe hoeren, die gozer, jongen. Niet normaal meer. Als je er een kwartje in gooide, dan lulde die voor een knaak. Echt waar. Mijn vader zei altijd, als lulle pudding is, dan is Jan dokter Oetker. Dat is een beetje een beeld krijgen, hè? Ja. En het was een typische Hagenees, hè? En u weet wat Hagenezen zijn. Hagenezen hebben een eigen creatief taalgebruik. Hagenaars niet, maar Hagenezen heb ik het over. Hè? Die hebben een eigen creatief taalgebruik. Ze hebben scheid aan vandalen, aan de dikke. Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent, maar ze hebben het wel. Hè? En mijn oom Jan was ook zo'n man, prachtige man. En die zei bijvoorbeeld nooit, ik zal ze een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld, God, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Die zei altijd, Jezus zegt, die Piet die stinkt door zijn schoenen heen. Of als die Piet was overleden, zei hij bijvoorbeeld nooit, God, Piet is van ons heen gegaan, of zo. Zei hij altijd, heb je het gehoord, joh? Piet legt aan de verkeerde kant van het gras. Ja, dat is Haags, hè. Of een variant daarop was, als Piet dood was, zei hij ook wel eens, heb je het gehoord, joh? Piet is een zandfabriek begonnen. Dan was je dood, jongen. Dan was je dood. Had hij een hekel aan die Piet, dan zei mijn oma Jan weer wat anders. Dan zei hij, mooi, Piet legt eindelijk de maaien te voeren. En een variant daarop weer was, van, heb je die kaart van Piet gehad, die verhuiskaart? Nou, dan blijft hij wel even wonen, geloof ik, hè? Mijn oom Jan ging ook nooit een kleine boodschap doen op de wc of zo. Die nam de leiding in handen. Dat was haar. Of hij ging zijn president een handje geven. Maar daar snapte ik als kind geen fuck van, hoor. Als hij ging zeiken dat de president bij ons thuis kwam, daar snapte ik niks van. En mijn oom Jan was ook goed in het maken van vergelijkingen
Ongelooflijk goed was hij erin. En dat was van levensbelang in de wandelende tak bij ons, hè. Want daar werd wat afgeouwe hoerd, hè, gediscussieerd, zou ik maar netjes zeggen. Hè? En die discussies kon je nooit winnen op argumenten. Onmogelijk. Want mijn oom Jan zei altijd van... argumenten, daar kennen de intellectuelen er 30 per seconde van verzinnen... dus ken nooit wat zijn. Je moest met ons op de proppen komen met een vergelijking, hè. Bijvoorbeeld, je had het ergens over... en dan zei je, had je daar schijt aan, ging je het gewoon over wat anders hebben... en dan riep je hier ineens van... hé, hier is het ook zo, dus het zal daar ook wel zo zijn. Een voorbeeldje, geloof ik, hè? Nou, we hadden een ome Leo en een tante Toos. En die hadden een kind, Kareltje. Ze gingen scheiden van wie was Kareltje. Het oude verhaal, hè? Nou, goed, tante Toos, origineel Haagswerf, zegt van mij natuurlijk. Die schermsbeheerder van een Leo heeft nooit naar Kareltje omgekeken. En ik heb 9 maanden met zo'n toeter rondgelopen. Hij is van men. En dat was de hele wandelende tak het mee eens. Behalve ome Jan. Die lag altijd dwars, jongen. Altijd. Toen ik klein was, zei hij tegen mij, Harry, je moet in het leven dwars liggen. Zei ik, waarom dan, ome Jan? Hij zegt, ben je lekker moeilijk te begraven? En die was het er niet mee eens. Die zegt, nou, volgens Mentos is Kareltje juist van Leo. Nou, het huis was te klein, zeg. Het was al een klein pokkenhuis, hoor. Het was heel klein. En dan, dames en heren, als die ruzie zich ontwikkelde, kwam de gouden vergelijking. Dan haalde mijn ome Jan een riksdaalder uit zijn zak en zei, kijk eens, Toos, ik heb hier een knaak. Kan je nog volgen? Stel ik daar die knaak in een sigarettenautomaat, dan komt een pakje sigaretten uit. Van wie is een pakje sigaretten? Van men? Of van de automaat? Is die knaak overal gevallen? Ja? Nou, zo ging dat, jongen. Zo ging dat, jongens. En mijn ome Jan kon ook trouwens waanzinnig goed moppen vertellen, hè. En zal ik eens een mop vertellen die hij vertelde. En dan moet je niet zeggen na aflopen, hè, jekkers die kennen we al, zo'n hele oude mop. Het is een oude mop, maar het gaat om de manier waarop mijn ome Jan dat vertelde. Daar was hij een pikeur in. Ik vergeet het nooit meer. Mijn oma was 75 jaar geworden, ze was jarig. En alle jekkers waren bij haar op bezoek. Op de Laakade. Je kent dat hier. Het was een heel oud bovenhuisje. Weet je wel? Alle aangetrouwd neefjes en nichtjes. We zaten als haringen in een ton in zo'n klein bovenkamertje. Zo, van die smalle Haagse bakjes te zuipen met z'n allen. Weet je wel? Dat was zo smal. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Dat was... Jullie met die doorzonwoningen allemaal tegenwoordig. Dat kun je bijna niet meer uitleggen. Het was zo'n smal kamertje. Je kon er geen dwarsfluit in spelen. Dan moest je in de lengte gaan staan. Je moest echt in de lengte gaan staan. Ja, dan moest je geen erectie krijgen. Want, nou ja, goed... Het was een heel smal kamertje. Heel smal kamertje. En ik was 9 jaar en mijn oma, die zegt om 3 uur... Het was 3 uur. Die zegt van... moet er iemand nog een bakje pleur? Nou, oma's praten ook Haags natuurlijk, hè? Dat is logisch, hè? En dan zei mijn oma Jan, bakje pleur. God, is even lekker op. Het is 3 uur, het is tijd om te kantelen. Dus ik was 9, ik zit naast mijn vader. Ik zeg, wat gaan ze nou doen, papa? En mijn vader zegt, Harry, ze gaan zuipen. Huh? Wist ik niet. Hij zegt, nee, je weet wel meer niet. Maar mijn oma wist het wel, hè. En die was al bezig de koffiekopjes aan het ophalen. En ze komt langs ome Jan, zegt, ik zie het nog gebeuren. Ik zie het nog gebeuren. Ome Jan staat ineens zo op haar stoel, schuifelt tussen al die jekkers erdoor, zo. Schuift piepend dat oude schuifraam open. Zet er een haartje tussen. Grist het hele zondagse servies uit de handen van mijn oma. Houdt er 2 hoog het raam uit en zegt tegen de andere jekkers, wie lacht, betaalt. Dus ik zit naast mijn vader, ik zeg, wat gaan ze nou doen? Mijn vader zegt, ome Jan die gaat een mop vertellen. En dan moet je niet als eerste gaan lachen, Harry. Maar als je dat doet, ben je in één keer, hup, je hele spaarvarken kwijt. Dus ik nam me voor om absoluut niet te gaan lachen, hè. Want ik had die lastige hond al bijna bij elkaar, joh. Ja, echt waar, joh. Ik had al 2 poten en een staart, had ik uitgerekend. Dus ik denk, ik ga niet lachen, hoor. En mijn oma Jan begint aan die mop. Die zegt, ik zit gisteren in de kroeg. Afijn, wie komt daar binnen? De professor. Je weet wel, die doorgestudeerde bioloog die alleen maar kantelt. Afijn, hij kwam binnen, het was alweer zover. Hij stond sterf onder Jan Wandelaar. Ik zeg tegen mijn vader, wie is dat nou weer ineens, Jan Wandelaar? Ik zeg, mijn vader, hou eens op, Harry. Dat heb ome Jan vertaald uit het Engels. Dat is een whiskymerk, Johnny Walker.
Hey, ik was 9 dat ik hem nou niet snapte, maar kom op nou even. Mijn ome Jan die zegt, hij stond sterf van de Jan Wandelaar. Dus, ik denk, nou, hij zal er wel een dubbele Jan Wandelaar met SB willen hebben om de klus af te maken, hè? Zeg, moet je wat hebben? Hij zegt, nee, nee, Jan, voordat ik ga doorkantelen, ga ik eerst eens even lekker een bruine trui breien. Zegt er aan mijn vader, waarom gaat die vent dan ineens een bruine trui breien? Snap je niet van? Harry, dat is schijt en hou je kop nou eens dicht. Enfin, zegt mijn oma Jan, hij komt terug van het bruine truien breien. En hij zegt, het is niet te geloven, het gaat hier goed met de zaak, Jan. Ze hebben hier tegenwoordig een wc met een gouden bril. Heb het nog niet gezegd, zegt mijn oma Jan, of wordt in elkaar geslagen door 2 arbeiders. Zegt dan die gasten, dat moet je tegen mij proberen, niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmuts, hè. Zeggen die gasten tegen mij, wat had jij gedaan? Die gozer heeft net in onze tuba zitten schijten, joh. Nou, gelukkig snapte ik de mop niet. Maar de rest van de familie Jekkers wel, dus iedereen begon... En mijn ome Leo begint als eerste te hinneken. En Jan die laat zo, hup, dat hele servies lazeren. Hij zegt, Leo betaalt. Mijn oma huilen natuurlijk. Vuile kleren lezen, ze zal het verve servies deze week. Kap ernaast mee, joh. Wat moet Leo er nou van betalen? En dat was een goede vraag. Want Leo was gaan scheiden van tante Toos. Hè? En die moest alimentatie betalen. Nou, die was ook weer bij zijn moeder gaan wonen, zeg. En de Kareltje, dat jongetje, die heeft hij nooit gekregen. Joh. Want tante Toos zei vlak voor de echtscheiding tegen hem. Moest luisteren, Leo. Ik heb daar nog eens over nagedacht, jongen. Maar ik geloof dat Jan toch wel gelijk hebt met die vergelijking van die sigarettenautomaat, toch? Maar spijt me voor jou, destijds heb niet jij, maar de buurman die knaakt erin gelazerd. Hè? Mijn ome Jan ging vroeger met een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want hij loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei, waar is die helikopter dan, ome Jan? Ik heb hem nog nooit gezien. Hij zei, Harry, overdag ben ik naar mijn werk. En 's nachts slaapt hij tussen die 2 schoorstenen op het dak. Vlak boven het kamertje waar jij altijd logeert bij ons. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En als ik wel eens wakker werd, als ik daar logeerde, van het geluid dat mijn oma maakte met haar koffiemolen. Ze had zo'n wandmolen, weet je, dan hoorde ik, als ik wakker werd, hoorde ik... Ik dacht, Jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die nou precies was betaald. En dan zei ik, van hoor je, ome Jan gaat naar zijn werk, joh. Nood heb ik getwijfeld aan het bestaan van die helikopter. Kwam mijn ome Jan wel eens thuis op zijn Brini M21... Zo'n ouderwets brinietje, weet je wel. Dan dacht ik altijd, hé, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde het. Ik was een gelover. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop met een grote vilstift. Geen gelul, een lassiehond. Punt. PS, niet weer een lassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè? Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen. En 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, aan mijn dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Toen mijn moeder zei, Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde. Ik wou ook niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis, gadverdamme zeg! Eten we vandaag alweer penenuien. Waarom eten we voor Sinterklaas elke dag penenuien? Ik snap het helemaal niet.
Ja, zeg mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazers, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oude broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en die zegt, hè. Zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten. Een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over, hè. En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis, hè. Ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen, hè. We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas is op tv. Ik zag het niet, hoor. Hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, nee. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tante geraakt. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg. Nee, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hè. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, anders verzuipt hij. Dat het spannend is. Dat vind ik geil. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig, hè? Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig. Vind ik leuk. Dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetland-ponietje, dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt, weet je wel. Dat is lachen. Maar nee, het was zo'n Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Het is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen. Ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van. Niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen? Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot met zijn kroost als wij. Wij zitten maar te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien? Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik eens over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt er net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1. Kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2. Tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Dat blaast het er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen, hè? Punt 3. Ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hang je die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Ja. Vijf,
lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen twee punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegje, zand erover, kruis erop. Domstraal erop. Wat een leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kun je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, dan moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn vijfde al bij de psychiater, hè? Dan mag ik ietsje meer zijn, dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen, dat kan hij niet tegen. Want hé, klerenlijn, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou, goed. Dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi-behangertje op en een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest. Zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou zo'n dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel. Bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En een kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara, zo, weet je wel. En het waait, hij is nog nat, dus hij krijgt al dat zand in zijn oren, blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen, zelfs. Zootje. Wat is dit voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook. Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoe lief klein kameeltje. Hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een mijter erop en een staf. En dan gaat hij... No way. No way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote, een kameel. Zegt de kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, ze geeft flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van... Nou, ik ben dus een kameel. Kut. Maar hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puisjes. Keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En het duurt 5 jaar terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden, dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou, en in die tijd, dames en heren, was ik natuurlijk geen uitzondering. Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. Ik heb inmiddels al een aardig reservoir. Als ik dan vraag, welke ik is eigenlijk waar? Roept het hardste ik, mijn ik van 20 jaar. Mijn ik van 20, die denkt in uitroeptekens. In zwart en wit, dwars tegen alles in. Hij vindt gematigd en voorzichtig zijn, water bij de wijn. Hij wil alles of niks en niks ertussenin. Hij vindt dertigers maar burgerlijke zakken.
Liever langharig dan kortzichtig, weet je wel. Zo wat, hij is te vies om beet te pakken. Hij zit tenminste een stuk relaxter in zijn vel. Hé, en later, je was voor hem al lang begonnen. Hij heeft genoeg aan een akoestische gitaar. En dan later zal het trouwens later anders uitzien. For the times are a-changing, reken maar. Kijk, daar zit hij op zijn kamer met zijn vrienden. Hij heeft die middag alle platenzaken afgezocht. En voor het geld wat hij op zaterdag verdiend heeft, heeft hij de nieuwste van Bob Dylan net gekocht. Kijk, ze drinken en ze praten over vriendschap. Die zal voor eeuwig zijn, an everlasting song. Ze blijven altijd bij elkaar, zeker weten, reken maar, yeah. En Dylan zingt, may you stay forever young. En Dylan zingt, may you stay forever young. Een rugzak vol met idealen, dat is mijn ik van 20 jaar. Dat wordt later bakzeil halen, want die zak is veel te zwaar. Toen ik 20 jaar was, hè, liep ik stijf van de principes. Stijf van de idealen. Zo was die tijd. De 40ers in de zaal, die weten het nog wel. Toen wij 20 waren, eind 60s, begin 70s, waren wij principieel idealistisch. Iedereen, dat was mode. En de jongere mensen in de zaal, die zijn er gelukkig ook, die moet ik dat even uitleggen. Jullie denken vaak, die eind 60er jaren, wat is dat een zootje geweest? Viel wel mee. Stel er niet zoveel voor. Hè. Weet je wat het sleutelwoord was? Ik zal het goed proberen uit te leggen. Dat was kritisch. Wij waren waanzinnig kritisch toen. En kritisch, wat hield dat nou precies in? Het was mode, het hield in. Je had eigenlijk, je wist nergens een fuck van, niks. Je wist nergens wat van. Je had er één boek gelezen, In de Ban van de Ring of zo. En je had één plaat gedraaid, Easy Rider. Maar je wist nergens wat van, maar je stond overal met heel lang haar en een joint in je hoofd vooraan te roepen van, hoezo dan eigenlijk, weet je wel? En we deden het overal, want het was mode. Weet je nog, 40ers? We deden het overal. Zelfs bij de bakker of zo. Dan zei hij, hey, waarom eigenlijk een half wit gesneden? Weet je? Of waarom gaat hier die deur naar binnen open, weet je wel? Het sloeg nergens op, maar het was mode. Hè? Dus we deden het allemaal. Nou, en in die tijd, in die 60 jaar, moest ik in dienst. Ik had natuurlijk kunnen weigeren, maar ik besloot om het systeem van binnenuit uit te hollen, weet je wel? Even dimmen nou, hè. Hey. Er komt een dijk van een verhaal nou. Hoe ik dat geflikt heb, jongen. Ik kom daar aan. Ik ga meteen kritisch dwars liggen. Ik kom die kazernepoort binnen. Ik meld me bij de sergeant en ik zeg, hey man, waarom is hier alles groen? Zegt die gozer, Jekkers, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, Jekkers, dat alles is hier groen, dan valt het hele zootje niet zo op in het bos. Ik zeg, en in de herfst dan? Was die uitgeluld, weet je wel. En dan worden ze autoritair, weet je wel. Dus die gozer zegt, Jekkers, jij ben ik al meteen zat. Jij gaat nu als eerste en enige, jij zit hier bij de infanterie, de zandhazen ook wel, ga jij nu als eerste alvast, we gaan het straks allemaal doen, maar jij begint alvast sjoelen. Dus ik zeg, sjoelen? Dat lullige spelletje met die schijven? Hij zegt, ja, dat is van levensbelang hier zo. Ik zeg, joh, dat doe ik thuis wel met mijn vriendin sjoelen. Ik ga toch hier niet... Hij zegt, Jekkers, jij gaat nu ga jij sjoelen. En je komt er nog wel achter waarom dat zo belangrijk is. Hè? En de volgende dag, dames en heren, kwam ik daar al achter. Toen hadden we namelijk een veldoefening. En voor de jongere mensen, een veldoefening eind 60er jaren, dat is moeilijk. Dat was oorlog voeren tegen de Russen op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. En de Russen waren er niet bij. Ja, een beetje ingewikkeld, maar goed, hè. Dus wij hadden een veldoefening en wij waren zandhazen. Dus dan liep je echt van paal. Met een klapperpistooltje en 5 losse vlodders liep je daar maar over die Hoge Veluwe heen. Hè? Nou, nee. Op een gegeven moment liep je tegen een hek aan, dan moest je de andere kant uit. Nou, dat was het zo'n beetje, hè. Dat was het.
En die gozer zegt op een gegeven moment... Jongens, zitten, checkie time. Checkie time. Moest je roken, was verplicht toen. Iedereen rookte. Nou, goed. Dus wij roken. En hij zegt, wij van de Zandhazen zijn onoverwinnelijk. En ik zei, ga toch weg, joh. Ik zeg, we lopen hier met zo'n waterpistooltje. En dan zijn atoombommen, raketten, tanks, vliegtuigen. Hij zei, jekkers, is leuk, kritisch. Maar het gaat het niet om, we moeten er wat voor doen om onoverwinnelijk te worden. Daartoe moeten wij een schuttersputje graven. Een schuttersputje, dat is een soort graf voor jezelf graven. Daar ben je een tijd mee bezig. En daarna zei hij, zandhazen camoufleren. Dus wij rukten struiken uit de grond. We hakten bomen weg met kettingzagen. Heel. Want het was eind 60er jaren en het milieu had nog niemand van gehoord. Niemand. Anders had ik daar zeker een kritische vraag over gesteld. Maar dat wist ze toen nog niet. Hè? Dus wij liggen in die putjes met al die takken eroverheen. En hij zegt, stel, er komt een vijandelijke tank aan. Wat doen wij? En ik zei, wegwijzen. Hij zei, jekkers, haar nou toch eens een keer in je kop, joh. Ik zei, dat ken niet, ik heb een voorstelling. Ja, ik zei, geloof ik niks, ik weet niet meer. Maar ja, hij begon een verhaal te vertellen. Hij zei, die tank komt dichterbij en wat doen wij, zandhazen? We blijven doodstil in onze putjes liggen. Komt de tank nog dichterbij, dan pakken we alvast onze handgranaat van onze koppel, trekken de pen er alvast uit en blijven wachten. Komt die tank nog dichterbij, zodat we hem kunnen raken, gaan we niet als een Neandertaler lopen gooien. Want die tank is gepanzerd, je komt er niet met een granaat doorheen. We wachten tot de tank voorbij de putjes is. En dan zien wij het zwakke punt van de tank. Dan zien wij achterin een groot kijkgat. Daar kijken ze door naar buiten. En dat is onze kans. Daar moeten wij zijn, zandhazen. Dan staan we als één man op uit onze putjes. We roepen zo hard als we kunnen. Juliana! Ik vertel zoals het gebeurd is, hè? Nou, goed, hè? En we gooien die handgranaten door dat kijkgat naar binnen. Baf, weg, tank. Ik zei, nou, hey man, dan mogen we wel een cursus krijgen om dat er precies in te mikken, joh. Hij zei, jekkers, daarom moeten we elke middag sjoelen. Hij zegt, en ik ben jou goed zat, jekkers. Jij wordt overgeplaatst. En ik zei, het maakt mij niet uit, man, waar ik het systeem uit hol. Hij zegt, goed, ga je naar de tankdivisie. Ik kom bij die tankdivisie, zegt die commandant van die tankbrigade, wij zijn onoverwinnelijk. Ik zeg, we hebben toch een raar praatje gehoord bij de zandhazen, hoor. Hij zegt, jekkers, toch niet dat verhaal over die handgranaat, hè? Ik zeg, that story, man. Yes. Hij zegt, goed dat jekkers dat even aanstipt, dat varkentje zal ik eens even gauw wassen. Om te beginnen zien wij die zandhazen al van kilometers afstand liggen. En ik zei, helemaal niet, ze leggen in putjes. Ja, maar zei de jekkers, naast die putjes legt zo'n berg zand. En er is een hectare bos gerooid in de omgeving. Een Kenny missen, daar leggen die zakkenwassers onder. Nou. Dus wat doen we nou? We benaderen de zandhopen en we stoppen naast de zandhopen. Met een korte ruk naar links zorgen we ervoor dat de zandhoop over de zandhaas heen valt. En dan rijden we nog een keertje diagonaal overheen. En klaar is Kees. Het scheelt aan munitie, ze zijn dood en meteen begraven. Het enige wat je nog hoort als je goed luistert boven het zand, dat is... Dat noemen wij een zandgewaad. Ja, en zo, dames en heren. Op die manier kwam ik erachter, hè, dat iedereen zogenaamd onsterfelijk is. Hè. Maar ik dacht, waar komen de doden dan vandaan? Heel kritisch was dat, hè. Ik dacht dat. En toen ben ik principieel uit dienst gegaan. Uiteindelijk ben ik eruit gegaan met S5 voor beide ogen. En toen heb ik, conform de mode van die tijd, een protestliedje gezongen en geschreven. En dat is een van mijn eerste liedjes die nog steeds door de beugel kan, vind ik zelf. En die wilde ik heel graag aan u laten horen. Soldaat op de foto, wat kijk je verbaasd. Nee, dat had je niet verwacht, maar het is toch al te waar. Soldaat op de foto, dat bloed op je schouder. Zo te zien niet veel ouder dan 24 jaar.
soldaat op de foto, jij zou altijd winnen. Hé, de buit was al binnen, voordat je begon. Soldaat op de foto, destijds een losse flodder. Hé, nu lig je in de modder, het was een ander die won. En vertel mij meer over woorden waar de mensen in geloofden, die hen zoveel goeds beloofden, zelfs een leven na de dood. Vertel mij meer over woorden waardoor later zoveel moorden zijn gepleegd, waarvan weer later bleek dat dat niet nodig was. Soldaat op de foto, de maat van jouw idealen staan niet op linealen van de strateeg. Soldaat op de foto, je schedel aan stukken, je hersens in een grijze brei, gedachteloos en leeg. Vertel mij meer over woorden waar de mensen in geloofden, die hen zoveel goeds beloofden, zelfs een leven na de dood. Vertel mij meer over woorden waardoor later zoveel moorden zijn gepleegd, waarvan weer later bleek dat dat niet nodig was. Toen ik uit dienst kwam, wist ik niet wat ik moest doen. Studeren of werk. En mijn oma Jan zei, jij gaat studeren. Ik zei, dat moet jij nodig zeggen, je hebt 2 jaar lagere school. Hij zei, Harry, je gaat studeren, dan kun je veel meer verdienen. Maar kijk wel goed uit als je gaat studeren. Ik zeg, hoezo dan? Wat weet jij er dan vanaf? Hij zegt, je kan daar helemaal lep van worden. Ik zeg, van studeren? Hij zegt, ja joh. Hij zegt, die professor bijvoorbeeld, die is helemaal lep ervan geworden, van het studeren. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Hij zegt, nou, hij kwam laatst een kroeg binnen zo, met zijn auto onder zijn arm. Ik zeg, met zijn auto onder zijn arm? Ja, zeg maar, oma Jan is een geintje tussendoor. Had per ongeluk zijn autoradio op straat laten staan. Ik zeg, joh, vertel het verhaal dan gewoon af, joh, zei ik het. Hij zei, nou, hij kwam gewoon binnen, weet je wel. En hij was als een meleier. Dronken, jongen. En dan denk je, nou, ze kunnen beter maar gewoon naar huis gaan, die gasten. Maar dan gaan ze juist nog eens even doorkantelen, hè. Dus hij bestelt een dubbele Jan Wandelaar met S. Verder de eerste smaaknoot, dus nog één. En op 2 benen kun je niet lopen. En daarna wordt het Neandertaler tellen, hè. Ik zeg, wat? Hij zegt, 1, 2, veel. Af en toe een balletje mayo erbij, want tijdens het kantelen moet je wel een vette bek halen. Dus op een gegeven moment heeft die gozer voor 60 gulden Jan Wandelaar naar binnen gekegeld. En 2 kilo runder gehakt naar binnen gebuffeld, hoor. Zeker. En pas toen zei hij, nou, geloof ze maar eens naar huis gaan. Ik zeg, nou, donder maar op, hoor. Hij zegt, dag, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker met de auto. Ik zeg, hey, wacht jij eens eventjes. Je laat die auto hier wel staan, hè? Zegt die barkeeper, kan je hem dan even buiten zetten. Affaire kwam erop neer dat ik hem op een gegeven moment naar huis heb moeten brengen achterop de Berini M21. Ik zeg, professor, trek je jas aan, want het is koud op een Berini. Het gaat keihard, 35. Dus hij ging zijn jas aantrekken en hij had zo'n oude biologenjas. Kennen jullie die nog? Zo'n oude soort camelkleurige jas met zo'n hele grote capuchon. En dan een haartje, een taartje, een haartje, een taartje, een haartje, een taartje, een haartje. Ik denk, nou is die kabouter wel even mee bezig met die jas, toch? Hè? Kan ik wel even mooi een pilsje gaan zuipen nog, hè? Dus ik zeg tegen die barkeeper, trek van mij nog 1 keer aan de prethaak. Enfin, maar ik had dat pilsje namelijk en hij stond alweer voor me, jongen. Met zijn jas aan. Maar hoe achterstevoren, jongen? Het was geen porum, jongen. Hij stond zo, hehehehe. Die capuchon die hing als een soort haverzak onder zijn kin. Ik zeg, professor, hij zit verkeerd om, hoor. Nee, zeg, hij is precies goed, Jan. Het is koud op Berini, gaat keihard, 35. Dus ik ken er lekker geen wind doorheen. En krijg koud gezicht, geen capuchon opzetten. Kun jij hem even dicht doen, Jan? Kon ik al die haartjes en taartjes gaan leggen, dichtknutselen, weet je wat? Dus op een gegeven moment was mijn pilsje doodgeslagen, de gein was er vanaf, dus ik schop die kabouter kantelaar die kroeg uit. Komen we buiten, wordt meneer de professor bevangen door de kou. Dus er komt in 1 keer voor 60 gulden Jan Wandelaar retour, zeg. En 2 kilo runder gehakt, zo. Gaan wijzen.
En ik wou hem nog netjes in de goot douwen. Hij was net te laat, zeg. Hij kot zo, blup, die hele capuchon vol, zeg. Hij zat tot de rand toe vol, hoor. Dus ik denk, ik maak nog een geintje. Ik zeg, hey, je krijgt van mij een knaak als je die zak weer leegvreet. Vond die professor ook een leuk geintje, dus die begon zo te hinniken. Maar vanwege die puntmuts werd hij topzwaar. Dus hij laas wat met zijn gezicht recht voorover zo... In zijn eigen whisky gehaktaart, zeg. Ik heb een half uur met een handdoek het gehakt uit zijn oren moeten halen, joh. Echt waar. Ik heb hem wel meteen die knaak gegeven, want hij had die zak in één keer leeg, hoor. Ja, ja, ja. En hij maar jammeren van, verdomme jongen, waarom zuip ik nu zoveel, Jan? We konden het klote studeren. Dus Harry, kijk goed uit. Met dat studeren, hè? Voor je het weet, sta je ergens een puntmutsje vol te kotsen. Kijk goed uit, hoor. Ik ben een van de weinige veertigers, heb ik begrepen uit mijn omgeving, die nooit een generatieconflict heeft gehad met zijn vader en moeder. Er waren meer hele grote vrienden van mij. En de eerste 20 jaar in Den Haag waaren daarom ook prachtig. En daarom ook wil ik een lied voor u zingen over die eerste 20 jaar. Ze was mooi, het was in 61. Op het kerkplein en de lantaarns gingen aan. En het standbeeld van de lieve heer keek zwijgend op ons neer. We moesten allebei naar huis, maar bleef staan. En toen ik vroeg, heb jij je huiswerk vanmorgen al gemaakt? Zei ze proefend hoe mijn lippenstift naar Coca-Cola smaakt. Ik ben daarna nog vaak verliefd geweest, maar proefde toch nooit meer de smaak van Coca-Cola. Van die allereerste keer. De zee was mooi in 68. Op een duintop bij Den Haag en achter ons de stad. En de sterren van de grote meer keken juichend op ons neer. We waren alle vier geslaagd en ladder zat. En we dronken op de sterren, op de zee en op de maan. We wilden daar voor eeuwig met z'n vieren blijven staan. Ik heb daarna wat afgezopen, joh, maar proefde toch nooit meer de smaak van dronkenschap van die allereerste keer. Want zo mooi wordt het nooit meer als die allereerste keer. Hey, vraag het maar aan de grote bier. Die was erbij die eerste keer, die allereerste keer. Het klonk mooi, het was in 71. We speelden in een bandje en we zongen Susie Q. En de spotlights flitsten uit en aan en het mooiste meisje stond vooraan. We zongen om het hart, I love you. En zonder het te weten speelden we spontaan de sterren van de hemel. Want de zon was opgegaan. Ik heb daarna wat opgetreden, maar speelde toch nooit meer de sterren van de hemel, zoals die allereerste keer. Want zo mooi klinkt het nooit meer als die allereerste keer. Vraag het maar aan, ach, hoe heet ze ook alweer? Ze stond vooraan die eerste keer, die allereerste keer. Het is mooi geweest in 2000 zoveel. Een kamer, ik zie mezelf al staan. Voor een spiegel die vertelt dat mijn dagen zijn geteld. Dat ook binnenkort mijn laatste uur zal slaan. Hé, maar mocht de dood het vragen, ik zou voor geen miljoen of geen goud mijn leven nog een keertje over willen doen. Want zo mooi wordt het toch nooit meer als die allereerste keer. Vraag het maar dan nog, hoe heet ze ook alweer? De grote beer, de lieve heer, van die allereerste keer. Hey, zo mooi.
mooi wordt het nooit meer. Want na die allereerste keer smaakt het alleen nog maar naar meer. Maar nooit meer na die eerste keer. Oh, die allereerste keer. Ja. Toen ik 30 jaar was, dames en heren, stond ik stijf van de problemen. Ik had om te beginnen een drankprobleem. Ik kon het niet meer betalen. Nou, dan ga je nog meer van zuipen van zo'n probleem, hè? Op een gegeven moment dronk ik zoveel dat mijn vriendin het niet meer kon betalen. Krijg je een relatieprobleem, moet je het uitpraten. Nou, daar was ik goed in. Was in 3 seconden uit. Ja, dames en heren, ik ben 42 jaar, hè? En daar zit ik helemaal niet mee, maar ik zeg het er even bij, omdat ik vind dat ik nu langzamerhand wel eens een keer oud genoeg ben om aan zo'n zaaltje in Den Haag een keer een advies te geven. Het gaat over psychiaters en psychologen. Daar mag je van mij naartoe. Ben ik liberaal in. Mag. Als er bijvoorbeeld iets vreselijks met je gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, dan mag je van mij gesubsidieerd gaan bijouwehoeren. Dat snap ik. Terecht. Of je komt uit een gezinnetje van incest thuis best. Nou, dat is het ergste wat je kan gebeuren in het leven, dat meen ik serieus. En dan snap ik dat je even wil babbelen. Dat snap ik dat je even bij wil komen, hoor. Of er zit bij jou een schot los, wat bij niemand los zit. Nou, ga maar even ouwe hoeren, dat snap ik. Maar een relatieprobleem, dan niet! Mijn vader zei altijd tegen mij, Harry, van ouwe hoeren word je niet geil, hoor. Wel heel herkenbaar, zeg jij. Toen ik 30 jaar was, joh, was ik nog onaangepast. En terecht, wie is er nou al aangepast als hij 30 is, jongen? Dat doe je toch niet? Ik had toen al in die tijd, weet je wat, toen ik 30 was, vrienden van 6, 27, waren ze al aangepast van een geiten, zeg. Hadden ze al een koophuis, een abonnement op het theater. Ze hadden een hoop personeel. Ze hadden al een werkster, een tuinman, een oppas. Ze hadden zoveel personeel. Ze waren bijna wettelijk verplicht een ondernemingsraad te beginnen, joh. Dat is gek. Ze zelfmoord wilde plegen, moest het aanvragen bij het GAK. Ja, joh. En mijn vrienden van die tijd, die liepen toen rond in van die achterlijke, zelfgebreide truien. Geen bruine, wie zei dat? En gewoon een normale trui. Weet je wel? Nou, normaal. Zo'n designtrui met van die blokken, die ballen en die strepen. Dat was toen mode, heb ik toen eens over nagedacht. Was toch een teken, hoor. Als je met zo'n trui aan de kroeg binnenkwam, dat was toch een teken. Zo van, deze jongen is bezet. Want er is een vriendin die achterlijke klote trui in elkaar heeft zitten breien, toch? Aan mijn lijf zo'n trui niet, hè? Dat snappen jullie nog wel, hè? Nou, ik zit een beetje te patsen, maar toen ik 30 jaar was en onaangepast, was het ook wel moeilijk, hoor. Want je was je illusies kwijt, Sinterklaas, je geloofde nergens meer in. En je idealen werden wat minder. Hè? Je had een rugzak vol, daar was je mee begonnen. En dan had je nog maar 5 of 6. En, zo. En dan wil je er toch niet bij gaan horen. En weet je wat je dan doet als dertiger, die stuurloos is, dan ga je plannen maken. Dat doen ze. Typisch dertigers. Het roer kan nog 1 keer om. Je bent jong genoeg, je gaat plannen maken. En die plannen in onze kring destijds hadden op de een of andere vreemde manier allemaal te maken met bier. Weet u wat het meest populaire plan was uit die tijd? Heb ik het over 12 jaar terug, hè? Dat was een camping beginnen in het buitenland. Is dat nog steeds zo, joh? Doe dat niet, hoor. Een camping beginnen in het buitenland, joh. Want ik had een vriend, hè, die is een camping begonnen in het buitenland, hè. Die had een waanzinnig goed plan voor een camping in het buitenland. Is nog fout gegaan. Ik zal het precies uit de doeken doen, hè. Ik zat in het café, toevallig. En hij komt naar me toe. Hij zegt, Harry, ga je wel eens kamperen in het buitenland? Ik zeg, ja, tuurlijk. Hij zegt, waar? Ik zeg, Portugal. Hij zegt, logisch. En waarom Portugal? Ik zeg, daar is bier het goedkoopst. Hij zegt, maar wat is er fout aan Portugal? Zeg, weet ik ook. Het is overal van die keiharde rotsgrond. Daar word je lep van, jongen. Staat in die gillende hitte maar te beuken en te beuken en te beuken. Ik bedoel, je gaat van huis met haringen, je komt thuis met palingen. Je wordt helemaal lep van. Ik bedoel, je staat 2 uur te beuken. Dat scheelt je toch 2 uur zuivere zuiptijd. Ben je gewoon kwijt. Daar had hij wat op gevonden. Hij had een hectare van die rotsgrond gekocht in Portugal. En van zijn laatste geld had hij 2 vrachtwagens gehuurd en 2 bergen vette klei gekocht.
En die vette Klei die ging achterop die vrachtwagens. Zijn vriendin in de eerste, hij er achteraan naar Portugal. Zag eruit als een soort rijdende kleikemeel, zou ik maar zeggen. En dan kwamen ze eraan in Portugal, gingen ze die vette Klei zitten uitspreiden over die hectare grond. Hè? Zodat als de mensen kwamen kamperen met zo'n bek van gat, verdamme, we moeten weer gaan beuken, zeg. Hé, hey, hier gaan ze er lekker in, zeg. Hey. Ga mee naar de kantine. En die beheerde hij. Snap je het plan? Ja? Goed plan toch, goed plan. Is fout gegaan. Is fout gegaan. En waarom? Plannen gaan vaak fout omdat ze worden gerealiseerd. Ja, nou zijn jullie uitgeluld, hè, hier zo. Ja. Ja, want zo is het heel vaak, hoor. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Iedereen, leuk, een plan. Mag ik wat voor het plan doen? Leuk, een plan. Ik heb nog wat voor het plan. Allemaal geinige plan. En is het plan gerealiseerd. Heeft niemand weer een fuck te doen. Gaan ze leggen klootviolen met z'n allen. Is altijd zo. Nou, had hij ook, zeg. Zijn vriendin, zeg, die ging lopen eikelen, zeg, naar Portugal, zeg. Kreeg hij daar toch een jodelend relatieprobleem, zeg. Liet die meid hem daar alleen zitten, zeg, in Portugal. Zat hij daar met zijn pik in de vette klei, zeg. Te wachten op een aardbeving. Nou, toen kwam hij in de kroeg terug, hè, gedesillusioneerd. En dan sprak hij ook de grote woorden die daarbij horen. Hij zei, ik neem nooit meer een vriendin. Ik blijf altijd alleen. En wij werden solidair. Wij werden koningszwervers. Dat werden we, koningszwervers. Geen vaste verkering, geen vaste vloerbedekking. Dat was het. Maar in no time had iedereen weer een koningin, een zwerfster aan de haak geslagen. En dan ging het hele zootje centraal verwarmd en overdekt weer verder. Dus het stelde niet zoveel voor, hè? Maar dan had je er een paar bij, die bleven alleen. En dat heeft niet zoveel, had dat in die tijd met principes te maken, maar meer met hun uiterlijk. Dan werden ze zo'n 30, 31, altijd een grote bek gehad van amen, lef, geen lef. Je kent die gasten wel. En dan worden ze 1,32 en dan opeens willen ze ook een partner. Ik wil ook een partner. Nee, doe normaal, joh. Dan komt er alleen. Nee, ik wil er alleen. God, kwam er een meid van 86 van mij. Maar toch gingen vrienden van mij toen lijp doen om ook een partner te krijgen. Ik snapte er niks meer van. Ik had zo'n waardering voor ze gehad en ineens werden ze een jaar of 30. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze contactadvertenties plaatsen. Daar word je toch helemaal lijp van? Want dan zijn ze dik, kaal, werkeloos, 35. En dan schrijven ze op van blonde jonge god. Zoekt vrouw met speedboten of zo. Je kent dat soort onzin wel. Of ze gingen zelfs, dat vond ik helemaal zo misselijk, naar Thailand om een vrouw te scoren. Dat vond ik echt zo vreselijk, jongen. Daar ben ik zo kwaad geworden. Ik denk, dan zal ik er zo goed, echt een goed ruig lied over schrijven. Dat gezeik met die partners. Dus we gaan er nou even ruig tegenaan, hoor. Ja, uitkijken, ik kan ook vooruit spugen, hè. Maar even... Ga er even ruig tegenaan, nou, hoor. Hey. Partnerjacht! Het volgende liedje heet Partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, de hele wereld is op partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, de hele wereld is op partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, de hele wereld is op partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, ik moet een partner hebben. En het moet voor middernacht. Hey, ik wil een partner hebben, maar het moet wel een mooie zijn. Qua partner doe ik absoluut geen water bij de wijn. Ik wil een partner hebben, die teder is en zacht. Maar wel een beetje snel graag, want het is al kwart vraag. Wel een beetje snel graag, het is al kwart voor acht. Partnerjacht, partnerjacht, de hele wereld is op partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, en ik moet een partner hebben en het moet voor middernacht. Hey, ik wil een partner met ogen als een mooie zomernacht. Een partner waar je hart van breekt wanneer ze naar je lacht. Mij zul je dus toch mooi niet met een doorsnee partner zien. Ha! Maar waar blijft ze nou? Het is al 9:30. Waar blijft ze nou, joh? Het is al 9:30.
geen partnerjacht. Partnerjacht, ik moet een partner hebben, het moet voor middernacht. Hé, hey, misschien zijn mijn wensen qua partner te extreem. Moet ik eens genoegen leren nemen met een partner met eczeem? Of met een partner met een lam handje? Of met één korter been? Want het is al 11:30. Ik ben nog steeds alleen. Liever eentje met een schoonheidsfout dan helemaal geen één. Partnerjacht, partnerjacht. Ik moet een partner hebben en het moet voor middernacht. Ik moet absoluut een partner, huidskleur geen bezwaar. Het maakt niet uit hoe ze eruit ziet, doet u mij die groene maar. Wat zegt u? Is ze vaak een slachtster op het abattoir? En vermoord ze stelselmatig partners met een hechtschaar? Maakt niet uit, geef hier dat mens, scheelt hem maar. Ha! Jezus, Mina, zeg net op tijd, zeg nog net voor 12 klaar. Partnerjacht, partnerjacht, de hele wereld is op partnerjacht. Partnerjacht, partnerjacht, en wie niet meedoet, is verdacht. Ja, 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 ja. Je gaat rare dingen doen, hè, als je in je eentje bent. Cabaret of zo. Maar je gaat nog raardere dingen doen, dat vind ik wel, als je met z'n tweeën bent. Dat vind ik persoonlijk wel. En je bent zo'n 30 geworden en de jeu gaat een beetje uit de relatie. Er wordt wat minder gezoeld, zou ik maar zeggen. Ja, kijk, hoor het al. Ja, ja. Dan gaan mensen rare dingen doen, dat snap ik helemaal niet, hè. Weet je wat ze dan nemen? Dan nemen ze een... Ja, het is te gek voor woorden eigenlijk, maar ik snap het niks. Niks. Dan nemen ze een... Een hond? Wie zei dat? Een hond? Een hond? Wie zei dat? Die hond? Wie was dat? Jij. Ga je toch niet zitten vertellen? De televisie is erbij, jongen. Dat je het niet meer met je vrouw doet, maar met een hond. Ik snap er echt niks van, hoor. Nee, daar snap ik niks van. Nee, nee. En het is niet goed ook, want dan nemen ze een... Een hobby! Juist! Ja! Heeft u een man met een hobby, ben je lekker mee, zegt jongen, jongen. Ik ga een beetje een hobby nemen, ik heb geen hobby's. Ja, een beetje ouwehoeren, een beetje zuipen, een beetje roken, een beetje sjoelen. Dat vind ik wel geinig, maar een hobby, jongen. Weet je, een vriend van mij, die heeft een hobby genomen. Een vriend van mij, nou, het werd meteen een vage kennis. Die heeft een hobby, die is gaan treinspotten. Dat heb ik niet verzonnen, dat bestaat echt. Treinspotten bestaat. Ik zal het even uitleggen. Dan ben je helemaal lijp van treinen. Helemaal lijp. En dan ga je op je vrije dag, 's morgens om 5:30, met lieslaarzen aan in de polder bij een of andere klote plaats, ik noem maar wat, Woerden of zo. Ga je daar met lieslaarzen in de polder met een verrekijker kijken naar het station van Woerden. En dan komt er een trein uit en dan zeg jij... De M2000 precies op tijd! Ik kan net zo goed de NS bellen, wat is er voor gelul, joh? En het kan nog erger, hoor. Het kan nog veel erger. Vrienden van mij zijn vijanden geworden. Die zijn gegaan op folkloristisch dansen. Dat vind ik zo erg, joh. De hele wereld staat in brand en zij van... Ik denk, daar zal ik verdomme ook eens een lied over gaan schrijven. Zeg. Dat gezeik met dat folkloristische dansen. Het volgende lied heet dan ook Folklore. Ja, wacht maar eventjes, hoor. Folklore. Folklore. Ik heb dit lied oorspronkelijk getry-out met klomp aan. Maar het was too much. Moet je die klompen er maar bij denken vanavond. Folklore. Moet je eens even goed luisteren. Hè? Dit is het algehele dieptepunt van mijn voorstelling. Laten we niet gaan zitten geiten, laten we er even vlug doorheen werken.
folklore. Het is een parodie, dat je niet denkt dat ik lijp ben geworden. Vond er nou te lachen, joh. Zo stond Henny Vrienden er ook bij vroeger al. Folklore. Wat heeft de mensheid aan folklore? Wat heeft folklore nou voor zin? Kanten kapjes tot over je oren. Zinloze bordjes met spreuken erin. Wat heeft de mensheid aan folklore? Wat heeft folklore nou voor zin? Ik kap ermee als het zou doorgaan, hoor. Heel flauw, heel veel één beentje naar buiten. Kinderen. Vol. Folklore is altijd van tin of van koper. Folklore maakt altijd een eeuwig geluid. Zandzeep en soda, folklore is proper. Met overal altijd net één stukje eruit. Folklore is onverloos zuchten en zweten. Verspilling van mensen, van geld en van tijd. En een goede verlichting, ja dat kun je vergeten. Folklore dat mag niet met elektriciteit. Wat heeft de mensheid aan folklore? Wat heeft folklore nou voor nut? Theemutsen haken van stukken folklore in een kaasboerderij of in een zeemleren hut. Wat heeft de mensheid aan folklore? Wat heeft folklore nou voor nut? Maar leuke folklore die nooit gaat vervelen, dat soort folklore, dat mag je niet meer. Waar is toch het Oud-Hollands vieren delen? Wanneer spies nog een ridder een boer aan een speer? Maar is het Oud-Hollands heksen verbranden en gillende ketters in ketels met pek de vierschaar uitpuilende ingewanden? Wanneer rolt nog Oud-Hollands een kop van een nek? Het is zo oudbollig, de nieuwe wetse folklore. Joh, wat mooi je ermee, joh, wat heb je eraan? Oud-Hollands een gat in iets Oud-Hollands boren en dan voor lul is een Oud-Hollands kraampje gaan staan. Voor mij part gaat al die folklore verloren. Zelden wordt er nog maar wat geiners gedaan. Soms valt er nog wel folkloristisch een dode. Dan gaat de polio nog eens Oud-Hollands tekeer. Maar het dwergwerpen is nu al jaren verboden. En het zwanenhals trekken mag ook al niet meer. Ja, daar krijg ik echt moordneigingen van die folklore, hè. Maar er zijn mensen die kunnen zo weinig in het leven, die moeten wel folklore gaan doen. Dat heb ik geleerd van mijn oma Jan, dames en heren. Van mijn oma Jan zei dat tegen mij. Ik was namelijk 6 en ik lag dwars in het leven. Moeilijk opvoedbaar kind was ik, hè. En dat kwam door oma Jan, die spelde me van alles op mijn mouw, hè. En toen zei mijn moeder, ik ben het zo zat, ga dan maar eens naar oma Jan om het uit te praten allemaal. Toen kwam ik te biecht bij mijn oma Jan, zeg. En die zei tegen mij, Harry, hoe oud ben je nou? Ik zei 6. Hij zei, dan ben je nog veel te klein voor zo'n grote bek. Ga zitten, luister en je bek dicht. Ik zal je wat over het leven vertellen, Harry, dus luister dat goed, ik vertel het maar één keer. Het gaat in het leven om maar 2 dingen, dus dat is makkelijk. Het gaat om aan de ene kant kunnen en aan de andere kant willen. Dat moet je goed in de gaten houden. We beginnen bij kunnen. Kunnen kan ook voorkomen als kennen. Je kunt of kan of ken een klein beetje. Je kent nog meer, je kent nog meer of je kent hartstikke veel. Dat noemen wij talent. Dat is oneerlijk verdeeld. Bijvoorbeeld, je kan hartstikke goed voetballen of je kent er geen klote van. Ja? Of je bent hartstikke rijk geboren of arm. Kijk, dat is moeilijk om dat te veranderen. Dat is aanleg, talent, de ene mazzel, de andere pech. Dat hoort allemaal bij kunnen. Snap je dat? En ik zei, misschien. Hij zegt, nou, aan de andere kant heb je willen. Kijk, dat is eerlijk verdeeld. Iedereen kan zoveel willen als hij wil. Je kan hartstikke veel willen of je bent heel lui en dan wil je maar een heel klein beetje. Nou, dan gaat het om de combinatie. Moet je goed luisteren. Dus stel, je kan iets heel erg goed en je wil het ook heel graag. Dan kom je heel hoog uit in het leven, zie je dat? Wil je iets heel graag, maar je kan het niet zo goed, dan kom je veel lager uit. Snap je dat? En wil je iets heel graag, maar je kent er geen flikker van, kom je nergens uit. En ik ben bang dat het bij jou het geval is. Want met kunnen, kennen of kannen hoeven we bij jou nog niet aan te komen, want je bent pas 6 jaar, dat moet uitkristalliseren, wat jij precies kan. Hè? Maar laten we dan eens beginnen met willen. Wat zou je nou, als ik het aan jou of de mannen vraag, het allerliefst nu vandaag meteen willen? En toen zei ik...
Nee, joh, kap nou eens met die honden, joh! Een lafde hond, jongen, 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 jongen. Haas, wat is dat met die honden hier de hele avond? En je hebt niet eens goed opgelet, want in het andere liedje, hè, daar heb ik gezongen dat ik het liefst ouder wilde worden. Heb je toch gehoord? Nou, dat zei ik dus. Ik zei, ik wil ouder worden. En mijn oma Jan zei, dat ken je niet. Toen zei je op je kop gaat staan, dan ben je 9. Hij zegt, maar Harry, waarom wil je nou ouder worden? Dat is niks aan ouder worden. Dat is helemaal niet leuk ouder worden. Hij zegt, het kan al op je 12e fout gaan. Hoor. Als je niet mee kan komen op de basisschool, dan moet je naar de OLO. OLO? Hij zegt, ja, ontiegelijk laag onderwijs. Hij zegt, maar Harry, jongen, daar is niks aan. Wat wil jij na, hou er eens over dat ouder worden, na dat ouder worden het allerliefst? En pas toen zei ik een lassiehond. En toen zei mijn oma Jan, kijk, dat kan nou niet. Je kan het wel willen en willen, maar het kan niet. Want je woont 4 hoog en je moeder ziet een lassiehond aankopen. Je krijgt er geen een. Pats, einde bericht. Hij zei, je hebt toch een goudvis? Ik zei, ja. Je hebt geen pok aan, die hele goudvis. Hij zei, nou Harry, ik snap het wel een beetje hoor, zegt hij. Ik wou natuurlijk vroeger ook een hond, joh. Ik had ook een goudvis. Maar weet je wat ik toen gedaan heb? Ik heb mijn fantasie een beetje gebruikt. Weet je wat ik gedaan heb met die goudvis? Ik zei, nee. Hij zei, toen heb ik hem leren lopen. Hij zei, kon ik hem uitlaten? Hartstikke leuk. Hij kon blaffen, apporteren ook. Zijn stok weggooien, stond hij even later met de stok in zijn bek met zijn grote gouden staart te kwispelen zo, jongen. Ik zei, ah, dat is een leuke goudvis, oma Jan. Leeft hij nog? Nee, 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 zegt mijn oma Jan. Ik heb eens een keer een stok te ver weggegooid in het water, is die verzopen. En om die goudvis, dames en heren, voor mij nog wat aantrekkelijker te maken, heeft oma Jan op een gegeven moment gelogen tegen mij dat er echte stukjes goud in die goudvis zaten. Ja, dat is vraag om ellende, hè? Want ik was zo bang dat die gejat werd, die goudvis, heb ik hem in mijn spaarpot zitten verrotten, zeg. En dat kwam uit, want op een gegeven moment begon dat spaarvarken te stinken, weet je wel, met die vis. Toen heb ik gelukkig een nieuwe vis gekregen, maar ik voelde me toch schuldig, hè. Ik had toch het idee dat je een vis had vermoord. Je vreet tegenwoordig zomaar een haring op, maar zo'n goudvis, dat denk je, hè. En van de weeromstuit ben ik toen zo'n jongetje geworden die altijd daarna goed is gebleven voor gewoon zielige dieren. U kent dat soort jongetjes wel, was ik er ook een van. Een heleboel schoenendozen in de voorkamer, lagen allemaal spreeuwen met een gebroken vleugeltje, nam ik mee. Of een duif zonder een pootje, daar kwam ik mee thuis. Het gekste dingen. Een rendier met een loopneus, dat nam ik meteen mee. Een papegaai met een hazenlip, ik nam alles mee. Alles, alles. En op een dag heb ik zelfs 5 dieren tegelijk, 5 heb ik het leven gered. En dat heet bij ons in de wandelende tak, in de arme tak, de jekkersafdeling, heet dat het 5 bijna dode dierenverhaal. En het 5 bijna dode dierenverhaal wordt altijd verteld op een verjaardag door mijn ome Jan. Zo rond 10 uur, dan komt de borrel op tafel. En de vraag is altijd, hey Jan, vertel jij dat 5 bijna dode dierenverhaal nog eens? En dan vertelt hij dan altijd. Het gaat over mij, maar hij mag het vertellen. Want hij kan van de hele familie jekkers het beste ouwe hoer, hè. Kun je nagaan. Dan gaat mijn ome Jan ervoor zitten. En dan krijgt hij van de dienstdoende tante. Jarig is, krijgt hij een kopstootje. Borreltje, pilsje. En dan zegt hij, Harry was 10 jaar. En hij zal de hele grote vakantie bij oma en men logeren. Nou, een van de eerste dagen van de grote vakantie staat hij voor de deur met 5 eieren. Ik zeg, hoe kom jij aan die 5 eieren? Gevonden, zegt Harry. Ik zeg, zeker bij Albert Heijn. Nee, wat bleek nou, had een eend gezien en die eend die zat te broeden. En de dag erop had hij gezien dat diezelfde eend was overreden door een vrachtwagen. Dus nou ja, zo was Harry, die ging naar dat nest. En daar stond hij dan met die 5 eieren. Ik zeg, wat nou? Ik zeg, moet oma erop gaan zitten of zo, hè? Nee, dat deed hij zelf wel. Ik zeg, ga jij erop zitten? Ik zeg, nee, dat had hij van de meester op school geleerd. Er kwam een kartonnen doos in de voorkamer met stro onderop. Daar ging heel voorzichtig die 5 eieren op. 2 bureaulampen erboven. En volgens die meester zou dat zootje uitkomen. Ik denk, nou, kijk het een weekje, jammer, gaan die eieren stinken en dan mieter ik die hele zooi pletten. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Maar wat er gebeurt, joh. Wat er gebeurt. Die meester heeft gelijk, jongen. Die doos komt uit. Nou, je had het moeten zien, jongen. Overal waar Harrietje naartoe liep, waggelden die 5 pleursbollen achter hem aan, zo, hè. Want zo gaat dat met eentjes, hè. De eerste die ze zien als ze uit het air komen, dat is de moeder.
Al komt er een hijskraan voorbij, dan maakt het fuck uit. Afijn, Harry had geen tijd meer voor zijn eigen leven. Hij was zijn hele privacy kwijt. Stond hij buiten te voetballen in de tuin, dan stonden die vijf snaters kwaad langs de zijlijn te wachten tot hij er eindelijk uitkwam. Zat hij thuis op de wc zijn bruine truitje te breien, hè? Dan stonden kwik, kwak, kwik, kwok en kwuk voor de deur. Te wachten tot hij er weer uitkwam. Hij had geen tijd meer om de Donald Duck te lezen, joh. Ik zweer het. Afijn, gaandeweg worden die snaters steeds groter en groter en groter. Dus ik krijg er het heen en weer van om de hele tijd met een plemuurmes die eendenkwakken van de grond te bikken. Dus ik zeg op een dag heel listig tegen Harry, wordt het niet eens tijd dat die vijf drijfzerzen leren zwemmen? Had Harry moeite mee? Ik zeg, weet je wat, dan vragen we aan oma of ze meegaat. Hij hing nogal aan oma, hè? Nou ja, oma ging mee, zo gezegd, zo gedaan. Dus de volgende dag waggelen wij met z'n achter naar de waterkant. En we komen bij dat water aan en ik zeg, Harry, jij bent de moeder. Dus jij moet ze erin lazen. Dus Harry zegt, erin, jongens. Dus die vijf zakkenwassers bleven Harry zo ons dan kijken. Zo van water en wij moeten erin. No way. En Harry deed niks voor. Dus die klootzakken deed ook zo weinig mogelijk. Hè? Nou, ik kon het op een gegeven moment niet meer aanzien. Ik weet het niet, het deed me wat. Hè? Dus ik pak ze alle vijf op en ik laas ze zo het water in. Zeg. Geef het je te raaien wat er gebeurt, joh. Ze zonken als bakstenen, jongen. Op mijn ogen, jongen. De een na de ander. En Harry zegt, oh, maar Jan, ze kunnen niet zwemmen. Ze verzuipen, u moet ze redden, want ik kan ook niet zwemmen. Maar ja, ik ken ook niet zwemmen. Dus op een gegeven moment duikt oma erin. Die kan aardig zwemmen. En even later zat die hele kermis weer zeiknat op de kant, hè. Afijn, wij soppen naar huis met z'n achten en... Ik kom thuis, ik denk toch eens even de dierenarts bellen. Hè? Dus ik draai dat nummer, ik krijg die vent aan de lijn. Ik zeg, misschien een beetje een raar praatje, meneer de dierenarts. Maar zit hij met vijf eenden die niet kennen zwemmen, joh. Wat bleek nou? Dan schijnen die beesten ergens achter op hun rug, hè? Tussen hun twee vleugels. Achter boven hun staart schijnen ze ergens een vetkliertje te hebben. Een klein knobbeltje. En dan moeten ze met hun snavel regelmatig zo overwrijven. En dan zo door hun veren, anders blijven ze niet drijven. En dat had Harry nooit voorgedaan. Zo van... Zo moesten die vijf duikboten dat weten, die wisten dat ook niet. Want dan hebben we een hele middag lang, Harry en ik samen, hebben we over die knobbeltjes zitten wrijven, weet je wel? Om zijn beurt hadden we... Nou, op een gegeven moment waren ze zo vet als bagger. We konden ze bijna niet meer beet halen, weet je wel? Hebben ze één voor één laten proefdraaien in de gootsteen? Nou, jongen, al ging je erop zitten, jongen, ze bleven drijven. Wat een vetpotten, zeg. Niet te geloven, hè? Afijn, de volgende dag gaan wij weer naar de waterkant met die vijf pakjes Blue Band. En afijn, ik laat ze dat boterbergje erin. Wat er gebeurt? Ze bleven gewoon drijven. Ze schrokken er zelf van, jongen. Ze begonnen achjes te draaien, ondersteboven te zwemmen. Ze vonden het wel gerig. Ik denk, nou zijn ze weg, maar dat deden ze niet. En ze kwamen nog één keer naar de kant terugzwemmen. En ze kwaakten allemaal nog een keer naar Harry. Dat vond ik wel gerig. En toen opeens waren ze pleiten. En weet je wat nou het gekke was, hè? Zo eindigt, dames en heren, mijn oom Jan dat verhaal altijd. Dan zegt hij, weet je wat nou het gekke was, joh? Ik miste ze nog ook, joh. Die vuile klerenleiers. Die eendjes, dat moet hij toch toegeven, hebben een goede start gehad. En dat is belangrijk in het leven. Heel belangrijk om een goede start te krijgen. En gelukkig heb ik die van thuis gehad. Vandaar dat ik een lied wil zingen voor mijn vader en moeder. Toen ik klein was, ging ik naar zee alleen. Mijn grote broer mocht mee. En de goudvis. En mijn oma, want die had een zwemdiploma. En mijn vader zei, hey, goeie vaart. En mijn moeder zei,
Goeie vaart, Harry, stuur je wel met kerst een kaart. Toen ik klein was, werd ik piloot. Net als de buurman, en die was dood. Maar zijn vliegpak hing nog in de kast. Mijn God, ik heb die pet al 1000 keer gepast. En mijn vader zei, goeie vlucht. En mijn moeder zei, goeie vlucht. Harry, schrijf wel je naam als afscheid in de lucht. En ik weet nu dat ik groot ben en natuurlijk geen piloot ben en ook geen zeeman ben geworden. Dat je moet vliegen in je dromen om later van de grond te komen. Hé, want misschien had ik hier nooit gestaan als ik toen niet van mijn ouders naar zee had mogen gaan. Als ik toen niet met mijn goudvis naar zee toe was gegaan. Toen ik klein was, werd ik astronaut. Ik had mijn Sputnik zelf gebouwd. En er zou in alle kranten staan. Harry Jekkers als eerst op de maan. En mijn vader zei, dat lukt vast jongen, goeie reis. En mijn moeder zei, goeie reis Harry, vergeet je niet. Die maansteen als bewijs. En ik weet nu dat ik groot ben, geen zeeman of piloot ben en ook zelf nooit op de maan zal staan. Dat je de ruimte moet krijgen om boven jezelf uit te stijgen. Hé, hey, want misschien had ik hier nooit gestaan als ik toen niet van mijn ouders naar de maan had mogen gaan. Als ik toen niet met mijn goudvis naar de zee toe was gegaan. De laatste keer dat ik mijn ome Jan live gezien heb, was hij chagrijnig geworden. Mijn ome Jan. Hij zat op mijn stoel en hij vond er geen bal meer aan. Hij mocht niet meer roken van de dokter. Hij mocht niet meer drinken van de dokter. Maar hij deed allemaal wel. En hij zat op mijn stoel. Hij wou eigenlijk het liefst dood. Hij was al flink in de 70, maar hij vond er geen bal meer aan. Hij zegt, Harry, ik snap het tegenwoordige leven niet meer. Hij zegt, wat is er nou nog aan tegenwoordig? Hij zegt, niemand rookt meer. Niemand drinkt meer. Ze zijn allemaal trimmend op weg naar de weegschaal. Lijkt men te veel op die reclame die je alsmaar ziet. Ik zeg, welke dan, oom Jan? Hij zegt, nou, leef maar geniet met mate. Hij zegt, waarom doen mensen dat? Voorzichtig leven, dat niet eten, krijgen ze kanker van. Dit niet vegetarisch, niet drinken, niet roken, trimmen. Lopen ze nou moeilijk te doen met z'n allen? Hij zegt, wat zal het schelen op een mensenleven als je zo voorzichtig bent? 5 jaar, en welke? De laatste 5. En dat is geen flikker aan. Harry, je moet vlammen in het leven. Je moet je kansen pakken in het leven. Dat is belangrijk. Je moet, als je doodgaat, moet er op je steen komen staan. Ik ben er geweest. Ja. En ik had een beetje medelijden met hem, want hij wou echt dood en hij was alleen. En oma was al lang dood. En ik denk, laat ik hem een beetje opbeuren. Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem van, oom Jan, kijk je nog wel eens naar je lievelingssport? Naar de Tour de France. En hij zei, nee, kijk ik nooit meer naar. Ik zeg, waarom niet? Hij zei, joh, die gozer met die gele trui wint toch altijd. Ik zei, oom Jan, zal ik dan een liedje voor u schrijven? Zal ik een lied voor u schrijven? He? Ik bedoel, ik schrijf tegenwoordig liedjes. En hij zei van, joh, donder op, joh. Is dat nou over men te schrijven, jongens? Een duizend in dozijn gozer, joh. Vinden ze toch geen flikker aan? Nou. Ik zei, hey, kom je nog wel eens in je kroeg, in je lievelingskroeg, in je stamkroeg? En hij zei, nee, kom ik nooit meer. Al jaren niet meer. Na 2 maanden terug nog een keertje. Had ik het maar niet gedaan, hoor. Had ik het maar niet gedaan. Ik kom daar binnen in de kroeg en het hele zootje, inclusief de professor, zit Bavaria mal te kantelen. Daar word ik helemaal lef van. Dus ik tegen die gozer, zeg ik tegen die barkeeper, ik zeg, ik wil een echt pilsje. Zegt die gozer, wat voor een? Ik zeg, gewoon echt. Geel van onderen, wit van boven en alcohol erin. Die gozer zegt, ja, maar wat voor een pilsje dan, Jan? En toen keek ik nog een keer en hij had gelijk.
Had gelijk, dat was niet meer zoals vroeger, gewoon in het midden één prethaak, waar al het bier uit kwam. Maar 12 prethaken op een rijtje, jongen. Met allemaal hele moeilijke Belgische biertjes erin. Dus ik denk, nou ja, weet ik veel, ik begin bij de eerste, kijk hoe ver ik kom. Weet je wel? En er zaten van die hele dure Belgische biertjes bij, van 8 gulden. En daar moest je nog een stuk van laten staan ook. Ik zeg, God is lekker op, ik heb ervoor betaald, ik schuip alles op. Zeg. Ben ik een partij ziek geworden, zeg. Ziek. En toen ben ik gered, Harry, door de professor. Dat vond ik jovel van hem. Hij zegt, jij bent destijds gematst hè, met die Berini M21. Nu mats ik jou. Ik suip tegenwoordig dat geile Bavaria Malt. Het is niet te kantelen, maar je houdt wat geld over. Dus ik heb een grote bolide. Ga maar mee. Nou, dat vond ik toch geinig, Harry. Dus wij gaan naar buiten. Heb die bolide een lekke band? Dus hij pakt de krik, hij draait, weet je wel. Hij zegt, komt heel een beetje omhoog, Jan? Ik zeg, nee, geen centimeter. Hij draait en draait en draait. Hij zegt, vreemd hè Jan, hij komt maar niet omhoog. Ik zeg, nee, als ik jou was, zou ik dan mijn kap hoor. Want volgens mij heb je een verrotte onderkant. Die krik komt langs het zerruitje omhoog, dus Afijn, je snapt wat er gebeurde. Uiteindelijk moesten we toch naar huis op de Berini M21. Ja, ik kon niet meer rijden, ik was als een knijn, hè. Dus ik het uitleg aan die kabater. Ik zeg, hier gas geven, hier remmen en uitkijken. Hij gaat hard, 35. Dus ik ging achterop zitten, maar ik heb niet twee van die steppies, hè. Dus ik ging zo met twee benen aan één kant zitten, hè. Nou, het was vreselijk. Vreselijk. Die gozer kon totaal geen Berini rijden, jongen. We gingen over stoepranden heen, ik zat zo achterop, hè. Takken door je hoofd, jongen. En dat Belgische bier kolkte door mijn maag heen. Ja, en die capuchon die hing zo voor mijn neus, weet je. Ik denk, maar kots er niet in. Nee. Tenzij hij het te gek maakt. En hij heeft het te gek gemaakt. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij, we gaan een stukje afsnijden, Jan. Ik zeg, gods, hebben wij dat weer, zeg. Ging hij een afrit van een autosnelweg omhoog. Met een Berini M21. We rijden als spookrijders aan de verkeerde kant van de autosnelweg in de vluchtstrook. Met een inmiddels volgekotste capuchon. Op een Berini M21. Hij zegt, dat gaat lekker, hè, Jan. Hij ging zo scheuren over het asfalt, zo. Maar ik keek over zijn schouder. Ik zei, nee, dat gaat helemaal niet goed. Want er stond een Porsche van de politie met de neus deze kant op. En hij kijkt om. Hij zegt, Jezus, Jan, waar moet ik nou naartoe, zeg? Ik zeg, nou, tussen die twee lampjes of zo. Ik weet het niet. Harry, ik heb nog nooit iets meegemaakt. Ik zit achter op die Berini. We rijden 30, 20, 10, we stoppen. En we staan oog in oog op de snelweg met een Berini M21... tegenover een Porsche, zeg. Ik denk, nou zijn we de lul, zeg. Er komt een boom van een agent uit dat Porsche, zeg. En die zegt, zo, heren. Wat is dat? Amazone zit. Dus ik zeg, Amazone zit? Ja, zegt die agent, weet u niet wat Amazone zit is? En toen sprak mijn ome Jan de onsterfelijke woorden. Nou, moet je goed luisteren. Je bent er zelf over begonnen. Je zoekt het maar uit ook, hoor. Grandioos, hè. Het is een echt gebeurd verhaal. Dat is prachtig. Dus ik zei tegen mijn oom Jan, zei, nou, dan was je zeker wel de lul. Hij zei, nee, dat was leuk, jongen. Het was geinig, jongen. Want die gozer, die ging lachen. Had een rotte avond gehad, de hele avond al. En die zei, dat is de eerste keer dat ik gelachen heb vandaag, Hagenees. Jij hebt mazzel. Het is een waanzinnige overtreding, maar je hebt mazzel. Draai die klote Berini maar om, ga maar naar huis. Hij zegt, je kan een end komen met een grapje, hoor, Harry. Ik zeg, ja, dat heb ik inmiddels ook begrepen. Ik zeg, maar hoe gebeurde het, wat gebeurde er daarna? Hij zegt, nou, daarna, jongen, is het nog fout gegaan. Uiteindelijk is het toch nog fout gegaan. Ik zeg, hoe kan dat nou? Schuld van die professor, joh, een zak van een vent, joh. We draaien die Berini om. Ik zeg, dag, ik zwaai. Hij zwaait ook. Zet die lul die capuchon op. Het Belgische bier stond in zijn schoenen. Enfin, toen moesten we blazen, hè. Nou, we hadden geen schijn van kans, jongen. Geen schijn. Als dat pijpje in de buurt van die professor kwam, hup, sloeg hij al groen uit, jongen. Toen hebben we een nacht vastgezeten. En weet je wat het met vastzitten is, Harry? En ik zei, nee, oom Jan. Hij zegt, je kent dat niet uit. En u weet ook, een herinnering werkt vreemd en selectief. Dat is zo, u herinnert zich ook graag dingen die mooi zijn. En voor mij is dat misschien een mooie herinnering, dat het laatste verhaal is wat hij mij ooit verteld heeft. Want vaak wordt mij gevraagd,
heeft die man nou echt bestaan, die ome Jan? Ja, die heette Jan Jekkers, die heeft echt bestaan. En ik heb hem ietsje mooier gelogen en ietsje leuker, maar het scheelt niet wel. Dat was een hele leuke trouwens. Een hele leuke man. En die is toen overleden uiteindelijk niet meer bij oma thuis, want die was al dood. Maar hier in Den Haag in het HTO is hij overleden. Het Haagse Huis voor Onbehuisden. Hij noemde het zelf altijd het Haagse Huis voor Onbezeusden. En toen hebben we hem begraven. En die begrafenis, die was heel erg mooi. Op de manier zoals ome Jan dat wilde. En heel erg leuk ook. Ik heb vreselijk gelachen. Het was mooi, omdat er maar heel weinig mensen waren. En dat wilde hij heel graag. Hij hield er helemaal niet van dat iedereen altijd kwam opdagen bij officiële gelegenheden. Van de geboorte tot en met de dood. Had hij geen zin in. Hij heeft dat eens een keer heel mooi samengevat. Toen zei hij tegen mij van, kijk Harry, luister goed naar mijn jongen. Hij zegt, het gaat altijd hetzelfde, jongen. Je ziet ze nooit, maar kaart leg je in je kist of je komt handen tekort. En toen ik naast die kist stond, moest ik ook ongelooflijk lachen. Ik moest ineens terugdenken aan een grap die hij ooit aan mij verteld heeft toen ik 13 was. Die grap is oud, die hing toen in Den Haag in de lucht. Maar hij vertelde me die grap voor het eerst. Op precies het goede moment. We wilden oversteken van de stoep en hij zei, Harry, even wachten, komt wat dan. En wij wachten en er kwam een begrafenisstoet voorbij. Weet je, van die mooie, zwarte, glanzende wagens, die kwamen één voor één voorbij. En hij maakt die grap. Hij zegt, kijk eens Harry, het gaat goed met die dooien. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, hij gaat langzaam vooruit, zie je dat? Weet u waar zowel ik als hij een enorme hekel aan hadden destijds, en dat heb ik nog steeds, dat is aan over de doden niets dan goeds. Daar word ik zo moe van, jongen. Weet je wel, van, als iedereen doodgaat, ineens een wereldgozer geweest, zo mij, prachtig. Ik denk, dat kent toch niet als je om je heen kijkt? Dat je nooit eens een keer leest van, hè, de etter is pleiten of zo. Dat je, toch? En wat ik er weer tragisch aan vind, is de andere kant van de medaille. Dat er mensen zijn, bescheiden en aardig en lief, die goed voor hun kinderen zorgen en altijd aardig zijn en beleefd. En die krijgen pas in hun rouwadvertentie krijgen ze pas te horen dat ze zo goed waren. En tijdens hun leven nooit een schouderklopje. Dat heb ik liever wel. He, want, maar ja, het is vaak niet het geval. Ook in ons vak niet. He. Je beste recensie staat vaak in je rouwadvertentie. Ja, dat is voor veel mensen is dat zo. En ik heb het liever, dames en heren, tijdens mijn leven. En dat lukt vrij aardig. En daar ben ik u dankbaar voor. En daarover, over dat thema, heb ik een lied geschreven. Wat ik tot slot voor u wil zingen. Het is een levenslied over de dood. Hey, op de dag van mijn begrafenis, als het gat gegraven is, liever geen zoek aan huis, blijf die dag maar lekker thuis. Maar kom maar langs, kom maar langs, kom maar langs, wie ik nog leef. Op mijn grafsteen, hey, aan het eind, in mijn advertentie, zwart omlijnd, wil ik geen woorden als dier geliefd, geen innig bemind, ik wil geen rust in vrede. Op mijn lint, hey, noem me lief, nu ik nog leef, noem me lief, nu ik nog leef, nu ik nog leef. Hey, laat nu de glazen zingen, tot ze barsten in duizend scherven van geluk. Nu ik nog leef, hey, laat nu de liefde zingen, want nu ik nog leef, wil ik sterven van geluk. Nu ik nog leef, maar op die dag, hey, zonder keus, met de deksel op mijn neus, als ik straks op gebaar door nabestaanden aangestaard, laat dan achter wat aan bederven is, verdeel meteen de erfenis als ik dood ben, hey, op kapot, niet op de valreep, nog even God. Want ik wil geen toespraak, geen preken, niet van priesters, niet van leken, hey, geloof in mij, hey, nu ik nog leef, geloof in mij,
Nu ik nog leef, nu ik nog leef, wil ik de glazen laten zingen. Tot ze barsten in duizend scherven van geluk. Nu ik nog leef, hey, wil ik mijn liedje zingen. Want nu ik nog leef, wil ik sterven van geluk. Maar ik ben nog niet aan dood gaan toe. Dat is wel het laatste wat ik doe. Nu ik nog leef, nu ik nog leef. Hey, noem me lief. Nu ik nog leef, nu ik nog leef. Nu ik nog leef. Hey, kom maar langs. Dank u wel allemaal. Nu ik nog leef. Hey, kom maar langs. Hey, kom maar langs. Nu ik nog Nou, dat komt goed uit. Ik ben er nog even vergeten. Nee, als u goed had opgelet, dames en heren, dan had u het geweten. Ik zou nog een keer een lied schrijven voor mijn ome Jan. En dat heb ik uiteindelijk na zijn dood gedaan. En dat is een heel simpel liedje wat ik even voor u wilde spelen vanavond. Het is heel simpel. Begeleiding is dus ook heel simpel. Is zo'n speeldoosje is eigenlijk wel genoeg. Was die bijzonder, een soort van achtste wereldwonder. Mijn ome Jan was een man van alles kan. Hij kon een goudvis laten lopen, oude rotzooi goed verkopen. En ik geloofde dat hij onsterfelijk was. Want hij zei dat als hij dood zou gaan, hij dood gewoon weer op zou staan. Gewoon omdat hij altijd Lazarus was. Ome Jan, hey ome Jan, je had gelijk joh, dat er van alles kan. Maar had jij gedacht, hey, dat er later, na je dood in een theater, nog om je woord gelachen, ome Jan. Weet je nog, dat je ooit zei, Harry, een liedje over mij? Joh, dat kan toch niet, dat vindt niemand toch wat dan? Maar ome Jan, daar in je zandfabriek. Hey, dit was de tekst en de muziek over een gewone man. Voor u geschreven, ome Jan. Hey, heb je het gehoord, zo'n liedje kan? Hey, ome Jan. Zo'n liedje kan. Bedankt, hè. Hoi.
daar loopt hij alleen. Alleen en in zijn eentje, zijn lichaam nog kleiner dan zijn tas. Daar loopt hij alleen, naar school in zijn eentje, zijn wereld nog groter dan zijn bosatlas. Hij spreidt zijn jas tot vleugels en de wind die neemt hem mee. Hij zweeft hoog boven het schoolplein en dan landt hij met DT. Daar zit hij alleen, alleen en in zijn eentje, naast het aquarium in de klas. Daar zit hij alleen en schrijft met zijn vinger de naam van de mooiste maanvis op het glas. De oefening die voor hem ligt, hij leest de eerste zin. Vul op elk stippellijntje niet meer dan één woord in. Daar loopt hij alleen naar huis in zijn eentje, zijn lichaam nog kleiner dan zijn tas. Daar loopt hij alleen te dromen in zijn eentje, de jongen die ik was. Om de stemming er een beetje in te krijgen, lijkt het me leuk nou om een lied te gaan doen over de dood. Maar het is een vrolijk lied over de dood, want in dit lied lossen Leon en ik even het probleem van de dood voor u op. Het heet De Ballade van de Dood. Er was eens een koning, machtig en groot, die had slechts één vijand en dat was de dood. Waarom moest de dood toch zijn leven bederven? Waarom was hij zo bang om te sterven? De koning ontbood toen al zijn geleerden die te paard met een koets aan het hof arriveerden. Morgen, geleerden, zei de koning beleefd, ik zit met een vraag waar niemand antwoord op heeft. De jongste geleerde, een ijdele snaak, zei, vraagt u maar sire, vraagt u maar raak. Wilt u soms weten hoeveel sterren er zijn? Of hoe zwaar al het zand weegt van de grote woestijn? Of hoe de belasting massaal wordt ontdoken, of hoe. Maar toen werd hij abrupt onderbroken. Wel nee, zei de koning toen, een tikje afwezig. Waarom gaan we dood? Kijk, dat houdt me bezig. Geen een der geleerden had zo'n vraag verwacht. Al sla je me dood, zei de jongste heel zacht. De oudste geleerde nam toen het woord en zei, sire, sommige mensen worden vermoord. Anderen komen per ongeluk om. Maar verderweg, de meeste sterven gewoon van ouderdom. De koning zei toen kribbig, ja, dat wist ik al lang. Maar wat is de dood? Waarom ben ik zo bang? De knapste geleerde sprak toen, sire, mag ik soms even? Misschien moet u wel met de dood leren leven. De koning sprong op. Zijn woede was groot en hij schreeuwde, ik eis nu een antwoord, zeg, wat is de dood? En toen sprak een geleerde met veel fantasie. Zal ik eens vertellen, sire, hoe ik dat nou zie? Kijk, de dood komt je halen, de dood raakt je aan. Dus de dood moet in levende lijven bestaan. We moeten hem vangen, dan zijn we van hem af. Leven het leven, weg met het graf. Ach, de dood, zei toen de knapste, is niet te verslaan. Want als je een beet pakt, ga je er zelf aan. En toen kreeg de koning een schitterend plan. Hij zei, ik ken een stokoude, doodzieke man. Hij heeft, schat ik, nog maar een uurtje te gaan. Dus de dood komt hem halen, de dood komt eraan. We bouwen een glazen kooi om zijn bed. En de deur wordt uitnodigend opengezet. Is de dood eenmaal binnen op weg naar zijn prooi? Dan sluiten wij snel de deur van de kooi. Aldus werd besloten. Men ging aan de slag. En de dood werd gevangen, nog diezelfde dag. Treurig en somber zat hij achter het glas. Alsof hij een levend museumstuk was. Nog nooit was het volk zo gelukkig geweest. Jaren en jaren en jaren en jarenlang vierde men feest. Maar ja, op den duur ging het feesten vervelen. En begon men gevaarlijke spelletjes te spelen.
Men sprong van torens in diepe ravijnen. Men stoeide met leeuwen, met wilde zwijnen. Men dronk liters en liters vergiftigde wijn. En voerde wat oorlog. Gewoon voor de gein. Maar niemand ging dood. Geen mens ging verloren. Maar er werden wel steeds nieuwe baby's geboren. Het werd alsmaar drukker. Men kreeg het benauwd. Er werden zelfs mensen de zee ingedouwd. En nog 100 jaar later was de lol er vanaf. En begon men weer te verlangen naar de rust van het graf. De koning sprak, goed, ben niet meer bang. Oh, dat is zo saai zeg, ik regeer al zo lang. Opnieuw riep hij toen zijn geleerden bijeen en zei, wat een ellende jongens, waar moet dat heen? De jongste geleerde, inmiddels 3 eeuwen oud, zei, bevrijd nou de dood, want zo gaat het fout. Maar de knapste geleerde zei, ja, hey, wie laat hem los? Wie de deur open doet, is als eerste de klos. Toen stond de koning op en sprak theatraal. Laat mij het maar doen, jongens. Gegroet allemaal. Mijn angst voor de dood is nu wel genezen. Ik heb, geloof ik, meer van het eeuwige leven te vrezen. Hij schreed naar de kooi, machtig en groot, en stierf in de armen van de gretige dood. Leve de dood, riep het volk dolgelukkig. En ze leefden nog lang en stierven gelukkig. Nu ik het een tijd met u gehad heb over vrouwen, wil ik het even hebben over minderheden. Nou, dat moet je niet flauw over doen. Dat gaat het, luister maar even, kijk. Vrouwen zijn in de meerderheid, 52% geloof ik, maar ergens in de minderheid, dat klopt. En ik kan daar nooit eigenlijk wijs uit worden. Maar laatst dat hele meerder- en minderheden gedoe. Laatst dacht ik, en dat klopt ook, je kan maar het best bij de meerderheid zitten. En laten we eerlijk zijn. En wat ik nou laatst daarbij dacht, is dat het bij dieren is het andersom. Daar zijn we nagedacht. Bijvoorbeeld noemen ze een meerderheid als dier. Een varken, een kip, zijn er flink wat van, hè, geloof ik. Hè? Die hebben geen leven. Die gaan de pan in. En er is geen actiegroep die ze helpt. Van help het varken verder of kukel de kip vooruit. Nee, hoor. Ze kennen zo'n stukje meer ruimte krijgen, maar ze gaan wel de pan in. En je kan als dier veel beter in de minderheid zijn. Dan zit je gebakken. Dan word je namelijk beschermd. Ben je een beschermde minderheid. Dat hebben wij als mensen verzonnen. Snap je? Bij onszelf doen we het niet, maar die beesten, net zo makkelijk hoor. En laatst heb ik trouwens een ongelooflijk grote minderheid gezien. Nou, dat zeg ik niet goed. Een beestje waar er maar verschrikkelijk weinig van waren. Dus heel veel minder, zou ik maar zeggen. Daar waren er nog maar 20 van, zeg. En dan zal u misschien zeggen, jongen, er is weer een van dat beest, er zijn er 20 van en die jekkers heb je er weer een gezien. Maar je had hem allemaal kunnen zien, want hij was op tv. Maar dan moet je wel EO kijken. Niemand hier? Nee? Ah, ik zal het weer allemaal gaan uitleggen. Nou, ik kijk altijd naar de EO, die natuurfilms. Dat vind ik te gek echt. Hup, grote fles pils uit de ijskast, checkie erbij en dan ga ik lekker zitten. Dat vind ik te gek. Lekker overzichtelijk ook. Meestal gaat het over een beest wat jong is, opgroeit, volwassen wordt, kinderen krijgt, doodgaat. In 3 kwartier, lekker overzichtelijk. Ja. Bij de EO, moet ik er trouwens bij zeggen, zie je nooit hoe die kleintjes gemaakt worden. Die zijn er gewoon ineens. Er zijn er een heleboel van die kleintjes. Of het nou een kangoeroe is, er ineens een heleboel kleine kangoeroe, zie je niet. Bij Veronica zie je de hele dag hoe ze gemaakt worden. En zie je die kleintjes niet, maar dat is heel anders. Nou goed, ik kijk dat altijd heerlijk. Hè? En ik zag toen in dat gidsje, ik heb zo'n klein gidsje. En daar zag ik in staan, deze week bij de EO, het lepelvorsje. Het was 1,5 jaar terug. Niemand gezien? Nou, goed, ik zal uitleggen dan, het is ongeveer zo'n vorsje. Tenzij ze wat kleiner zijn, dan zijn ze ongeveer zo. Dat is gelul. Ze zit hier 4 pootjes onder, net als een normaal vorsje. Hier zijn neus, hier een staart. Tenzij hij andersom staat. Onzin. Maar, daarom heet hij het lepelvorsje. Hij heeft zulke oren, zeg. Niet te geloven, zeg. Net zulke grote oren als dat hij beneden met staarten al lang is. En ik ging zitten. Ik dacht, nou, dat wordt lachen, zeg. En dan komt er altijd, zit je de televisie aan, zo'n bronstige vertelmannenstem bij. Ken je dat, van die series? Schitterend, zo mooi altijd. Kijk dan nou eens vaker naar. Dat is leuk. Die zegt dan bijvoorbeeld van, deze week gingen wij met ons team op zoek naar het lepelvorsje.
We hoopten het beest voor de camera te krijgen in de gillend hete Kalahari. Waar er nog maar slechts 20 rondlopen. Na maanden zoeken met ons team vonden we hem eindelijk. Nou, daar stond hij dan, hè, zo. Leuk beest, jongen. Onwijs. Maar wat hij daar deed, jongen. Heet in die Kalahari, zeg. Heet. Zulke spleten in de grond. Het vosje af en toe zou erin vallen. Ja, joh. En niemand te zien, alleen dat vosje. Het stond daar zo. En dan komt die stem en die zegt... Het is heet op de Kalahari. Maar, gelukkig breekt binnenkort de regentijd aan. Nou, hij heeft het nog niet gezegd of het begint te hozen, zeg. Niet te geloven. Ja, het is EO, ze hebben altijd gelijk. Dus het begint... Tjonge, jongen, jongen, dan ga ik weer in God geloven, zeg. Als je dat zag... Pakken omlaag, hè. En dan ontstaat er een meer van 5 bij 10 kilometer. En dan komt die stem weer. Er is een meer gevormd. De dieren ruiken dit en van heinde en verre komen zij op het water af. Nou, daar komen ze, hoor. Giraffen, leeuwen, hyena's, luipaarden, krokodillen, alles komt op dat water af. Nee, krokodillen niet. Je hebt gelijk. Je blijft ergens anders. En wat doen die beesten? Die beginnen eerst te drinken. Ze hebben dorst en daarna elkaar op te eten. Afijn, een gezellige puinhoop. Ontstaan spontane struikgroei en bomen komen eruit de grond. En gezellig en leuk en dat duurt een tijd. Maar dan denk je toch, hoe zou het nou gaan met lepelvosje? Hè? Want dat stond wel in mijn gidsje. Hè? Ja, wel die rare beesten te kijken, maar... En dan komt hij gelukkig uit die stem en die zegt... Het gaat slecht met het lepelvosje. Ja, lach er maar om. Ik denk, ach, verdomme, en heb die water zat, gaat het weer? Maar dan krijg je hem in beeld, zeg. Goh, maar dan snap je het. Die oren van hem zijn zeiknat geregend. En die zijn zo voor zijn ogen gevallen. En vastgeplakt, dus hij ziet niks meer. Hij loopt die tegen bomen op en tegen die struiken. Hij liep tegen een leeuw ook. Hij had gelukkig net gegeten, die leeuw, zeg. Anders hadden we er nog maar 19 gehad, zeg. En als die gaat drinken ook, dan moet hij eerst een half uur weken in het water, zo. En dan komen langzaam die oren los, zo. En dan kwamen de flamingo's en die trokken hem zo het water in. En ze kennen niet zwemmen en het is... Je hebt er geen bal aan, dat hele beestje niet. Een zak van een beest is het gewoon. Nou, dan komt die stem weer en die zegt... Het wordt weer heet op de Kalahari. De dieren ruiken dit en trekken weg. Nou, dan gaat het hele zoutje. Behalve het lepelvosje. Dan komt die stem weer. Het is heet op de Kalahari, gillend heet. Zelfs 's nachts dalen de temperaturen niet onder de 35 graden boven nul. En overdag staat dat vosje daar. Ja, dan denk ik, wat een zak, zeg. Sterf in godsnaam uit, zeg. Hé? Maar dan gebeurt het wonder. Ja, het is EO, dan moet natuurlijk wel een wonder gebeuren. Dat vosje legt een van die oren zo op de grond. En gaat staan luisteren. 5 minuten lang. Dat zenden zij er maar uit. Vertraagd. Dan komt zijn oor omhoog. En dan legt hij zijn andere oor op de grond. Zenden ze helemaal uit. En dan opeens kijkt hij heel blij in de camera en begint hij als een gek te graven. Soms 6 keer zijn eigen lichaamslengte diep. Dat zie ik een bouwvakker hier niet doen, hoor, in Nederland. 6 keer. En dan vindt hij water. Dat hoort hij stromen. Daarom hebben ze van die grote oren. Het zijn mooie verhalen, hè? Vind ik wel. Hè? Ja. Ja, het heeft verder geen kloem of zo. Het heeft een staartje. Met een staartje heb het. Kijk, er wonen ook mensen. Nou, u kent ons, te lui om uit onze ogen te kijken over het algemeen. En de natuur neemt het niet zo nauw mee. Dus wat doen die mensen nou? Die krijgen het ook heet in die zomertijd. In die droge zomertijd. En dan, wat doen ze dan? Vangen ze die vosjes.
Ja, in de regentijd. Ja, tuurlijk. Dan zien ze niks. Dus dan lopen ze gewoon met zo'n mand van hier een vosje, daar een vosje. Jawel, die zien niks. Dan worden dan in die manden gedaan. En dan bouwen ze er een hek omheen. En dan wordt het heet. En dan gaat dat vosje als een gek graven. En is die vlak bij het water. Hup, wordt hij er aan zijn oren uitgetrokken. Volgende gat. Nou, en dat weet u ook wel. Dat hou je niet lang vol, hoor. Een kuil graven voor een ander. Dat kan ik u verzekeren. En nou, daarom zijn ze nou uitgestorven bijna. Maar gelukkig zijn er nog 20. En dat komt allemaal door onze prins Bernhard. Die is met dat fonds van hem, dat natuurfonds, is die dat beest gaan beschermen. Die vent doet zoveel voor de natuur dat ze volkomen terecht, vind ik tenminste hoor, zo'n grote hond naar hem hebben genoemd. Dat is volkomen terecht. Dat is zo. Dat is zo.